Goedemorgen, hier is coach Carolien weer in haar quizzing. Bestaat er een dieet waarmee je nieuwe hersencellen creëert en misschien zelfs je leervermogen verbetert? Vis. Vis is heel erg goed voor de neurogenese van je brein. Maar wat als je nou vegetarisch eet en je dus niet zoveel vis eet of eigenlijk nooit? Welk product kun je dan eten? Lijnzaad. En op de tweede plek. Ik vind ze lekker en ze lijken zo op mini-breintjes. Walnoten. Bij mij bekend als brain powder is natuurlijk kurkuma. Het meest gegeten kruid in India. Heel aparte geur. Niet iedereen vindt het even lekker. Maar kijk uit. Kurkuma, als je het verhit, gaat de werking van kurkuma verloren. Dus, vandaar dat ik het dus in mijn smoothie doe, 's morgens. Flavonoïden zitten onder andere in chocola. Wat is nou het nadeel van chocola? Er zitten ook heel veel calorieën in. Dus minder calorieën dan chocola en het stikt van het goede stuff.